Jouw ideeën maken onze toekomst. Burgemeester Hanne van Aert legde haarfijn uit waarom die toekomstagenda er moet komen en waarom het zo belangrijk is dat deze door de inwoners zelf wordt gemaakt. We zitten natuurlijk in een vrij traditioneel patroon waarbij we beleidsstukken maken voor 4 jaar of soms misschien voor een iets langere termijn. Maar dat het allemaal vrij veel vanuit overheid naar inwoners en naar ondernemers, naar maatschappelijke partijen is. Maar dat er zo heel weinig terugkomt. De overheid die alles bedenkt en vervolgens vraagt wat vindt u ervan, dat is natuurlijk een beetje jaren 80. Dus ja, daar moeten we ook wel een keer mee stoppen, denk ik. Presentator Frank van Pamelen vroeg aanwezigen naar hun motieven om hieraan mee te doen. Nou, mijn vrouw heeft mij hier naartoe gestuurd. De startbijeenkomst leverde uiteindelijk 7 roepen op, met in totaal zo'n 50 inwoners. Zij dachten samen na over de belangrijkste uitdagingen van de Moer, Loon op Zand en Kaatsheuvel. Het was een hele leuke avond. Het was ook een hele spontane avond. Maar we hebben vanavond gewerkt aan de eerste aanzet van de toekomstagenda van de gemeente Loon op Zand. En dat is met heel veel enthousiasme gegaan, dus ik ben erg tevreden. Na een maand hard werken konden ze al een goed beeld schetsen van waar ze naartoe willen. We hebben eigenlijk 4 pijlers opgesteld. Dat is dan communicatie, zorg, leefbaarheid en wonen. Wij vinden communicatie, de echte burger-app, daar valt eigenlijk alles onder. Behalve dat de teams hun plannen pitchten, hadden zij ook informatieve marktkraampjes ingericht om hun ideeën aan de man te brengen. Wij zouden graag zien dat de gemeente, de mensen in de gemeente, zowel bestuur als de inwoners, zich beter bewust zijn van het culturele erfgoed wat zij in hun gemeente hebben. En als je daar eenmaal goed bewust van bent, van wat je hebt en hoe dat zo gekomen is, dan kun je daar waarschijnlijk ook bewuster mee omgaan als je de toekomst in gaat. Ja, wij willen de gemeente verduurzamen. Natuurlijk met het oog op milieu, maar ook op maatschappelijk en economisch vlak. Wij willen dus dat inwoners ondersteund worden bij de energietransitie, dat er meer groen komt in de stadskernen en dat er meer aandacht komt voor circulaire economie. Ik krijg er ontzettend veel energie van. Het is ontzettend leuk om te zien dat de vragen waar wij als raad ook mee zitten, dat we die vanavond zo terug zien komen. En dat er ook al door heel veel inwoners al eigenlijk antwoord op wordt gegeven. Op verschillende momenten kwamen de toekomstdenkers bij elkaar om samen de weg naar de gezamenlijke toekomstagenda te bespreken. Welkom allemaal in onze raadzaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Om vanavond met een delegatie van de groepen de koppen bij elkaar te steken om te kijken hoe we van onze mooie agenda's om te komen tot die ene toekomstagenda die we aan de gemeenteraad gaan aanbieden. De groepen gingen in gesprek over hoe de toekomstagenda eruit komt te zien. Uiteraard werd er gezocht naar verbinding. Gezamenlijke krachten bundelen op weg naar de toekomstagenda van Loon op Zand. Het levert de inwoners op. Dat is feitelijk al die mensen die dus eigenlijk op bezoek komen bij de duinen, bij de Efteling. Dat die ook een gebied gaan vinden waar ze ook kunnen recreëren en blijven in de dorpen rondom ons heen. Wij als commissie zijn te werk gegaan door alle info die beschikbaar is via internet, et cetera, meer bij elkaar te leggen. En te kijken wat zowel de voors als tegen zijn van de gemeentelijke herindeling. De ideeën voor de toekomstagenda zijn erg divers en hebben allemaal als doel om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. Tijdens een feestelijke bijeenkomst presenteerden de toekomstdenkers hun agenda's aan het publiek. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste stuk wat we de komende jaren gaan hebben. Dit is de toekomstvisie van onze gemeente. Het moet een stuk zijn wat we de komende x aantal jaren iedere keer gebruiken als we aan de slag gaan met beleid, opdrachten. Als we bijvoorbeeld over 3 jaar weer een ander college hebben. Als de gemeenteraad zegt we hebben een ontzettend goed idee, eerst eventjes de toekomstagenda raadplegen en dan pas een nieuw besluit nemen. Het leuke aan het proces is dat je mee mag denken, mee mag doen, mag participeren en je eigen ideeën op een andere manier mag uitdragen. Dat je door anderen ook weer aan het denken wordt gezet. Dus er is zoveel kennis aanwezig onder de inwoners van Loon op Zand, dat je denkt van ja, dit is echt een mooie manier om dat potentieel te benutten. Wij hebben hier 5 maanden heel hard aan gewerkt en we zien gewoon dat we vanavond wel de handjes op elkaar hebben gekregen voor een aantal van die voorstellen. Een burger-app, een tunneltje, gasthuis. En we hopen gewoon dat dit zo doorzet en dat we hier ook echt mee aan de slag kunnen samen met de gemeente en iedereen hier in de zaal. En dat er iets heel moois uitkomt. Het leren van het proces, dat vond ik wel leuk van het begin tot het eind. En er hebben zaken gespeeld die voor mij nieuw waren. Het was leuk.
wij kunnen wel met onze gemeenteraad iets vinden, maar wij moeten wel onze achterban, dus alle inwoners van de gemeente, meekrijgen in deze plannen. Dus het is niets mooier dan dat hun de plannen aan ons geven en dat wij ermee aan de slag kunnen. Ik vind het ontzettend leuk hoe de gemeente dit proces heeft aangepakt. Heel erg leuk dat alle burgers betrokken worden. En ik vind het ook heel erg leuk om als medewerker eigenlijk van Park Vossenberg hier aan mee te mogen doen. Jouw ideeën maken onze toekomst.